van We Love Misses en we zijn te gast in het zonnige Diest waar we bij Niki's Catwalk uitgenodigd zijn om de eerste castingdag mee te maken van het nieuwe model agency XL Models. Zij organiseren ook een wedstrijd, dus er zijn meisjes die zich inschrijven voor de modelervaring en ook die graag willen deelnemen aan het verkiezen. We stellen vandaag een paar leuke kandidaten aan jullie voor. Ik ben Liesbeth, ik kom uit Zandam, ik ben 29 jaar en ik doe mee in de modellenwedstrijd. Wat maakt dat je je ingeschreven hebt voor de wedstrijd? Omdat ik vind dat je gezien mag worden, ongeacht je maat, wie je bent, hoe je bent, hoe je eruit ziet. Iedereen is mooi, iedereen is perfect. Oké, dat was het. Ja, oké. Je bent van wat? Ik ben Joenraaf. Hoe komt het dat je vandaag hier in dienst bent? Omdat ik het eens plezant vond om mee te doen aan de mis, omwille van ook mijn maatje meer en zo. En jij doet mee aan de modellenwedstrijd? Ik doe mee aan alle drie. Aan alle drie? Ja. En wat houdt dat dan in? Ik denk dat dat het gezicht is van de wedstrijd, van de site, van het modellenbureau en met de wedstrijd gewoon te zien of ik de kwaliteiten heb om door te gaan of niet. En wat maakt dat je je ingeschreven hebt voor die wedstrijd? Omdat ik vorig jaar heb ik de dames een beetje leren kennen op de wedstrijd. Omdat ik bevriend ben met de dochter. Maar gewoon ook omdat ik zag dat het wel plezant was. En ik zag het ook wel zitten. Oké, dankjewel. Ik ben Liesbeth Son, ik ben 23 jaar en ik kom uit Malen. Waarom ben je vandaag hier in Diest? Omdat ik gewoon zin had om nog eens mee te doen, omdat het mij heel leuk lijkt. Ik had al eens meegedaan, het is gewoon een superleuke ervaring. En welke verkiezing had je dan meegedaan? Miss Maxi Belgium. 2 jaar geleden en dat was echt een super ervaring om nooit te vergeten. En wat hoop je er nu uit te halen? Gewoon nieuwe mensen leren kennen en misschien ooit een opdracht. Ja, dus het is ook wel jouw doel dan om modellenwerk te gaan doen? Uiteindelijk wel, dat lijkt me echt zeer leuk. Dat lijkt echt super om dat te kunnen doen. Oké, dankjewel. Veel succes. Dankjewel. Goedemiddag, wie ben jij? Ik ben Veronique Buitela. Ik ben 22 jaar, woon momenteel in Melle, maar oorspronkelijk van Antwerpen. Ja. Dat horen we. Ja. Hoe komt het dat je hier in dienst bent vandaag? Ik heb dat toevallig gezien via een vriendin die ook al Miss Maxi Belgium had gedaan. En die heeft me dat eigenlijk aangeraden. Dus ik dacht, waarom niet? Hè? En je hebt je echt ingeschreven voor de wedstrijd? Voor de wedstrijd en misschien voor het modelbureau. Oké. En wat denk je eruit te halen? Mooie vriendschappen, mooie ervaringen. En een beetje boost voor je zelfvertrouwen, zou ik zeggen, eigenlijk. Ja. En om te tonen dat een maatje meer ook heel mooi kan zijn. Oké, dankjewel. Ja, alsjeblieft. En geniet ervan, hè. Merci. Goedemiddag, wie ben jij? Mijn naam is Dalton Bedinje. Ik ben machtig tussen het kruis in Brugge. En ik ben 35 jaar. Hoe komt het dat we jou hier vandaag in Diest treffen? Ik had een mailtje gekregen van een boutique waar ik al enkele modeshows voor heb gelopen. En ze hebben me dat doorgestuurd. En ik dacht van ja, waarom niet? Ik zal wel een keer meedoen, een keer proberen. En ook omdat mijn zoontje er binnenkort zijn communie. En ik kreeg allemaal reclamefoldertjes in de brievenbus van mooie modellen, mooie kleedjes, maar allemaal maatje 38, maximum 42. En ik had zoiets van, wij willen ook stralen op het feest van ons kind, onze zoon of dochter. En toen ik die aanbieding kreeg op Facebook, zei ik van, ik ga mij aanmelden, ik ga meedoen. Ik ga het even proberen. Waarvoor heb je je ingeschreven? Voor alle drie, voor de wedstrijd, voor het gezicht en voor de gegevens. Vandaag, oké. Okay. Goed, ik wens jou heel veel succes en ik hoop dat je ervan geniet. Wie ben jij? Ik ben Helene Verbrugge uit Lübeck en ik ben 18 jaar. Uit Lübeck, is dat ver van hier, van Diest, of is dat dichtbij? Dat is dichtbij. Dat is dichtbij. Hoe komt het dat je vandaag hier naar Niki's Catwalk gekomen bent? Een vriendin van mij had me uitgenodigd en ik zag hem wel zitten, maar dan heb ik dat eerst met mijn vriend besproken en die had direct gezegd van ja, schatje, je moet dat doen. Is dat volledig achter u? Ja. Goed. En waarvoor heb je je ingeschreven? Want er zijn meerdere dingen waar je kan aan deelnemen. Voor de wedstrijd. Alleen. Enkel en alleen voor de wedstrijd. En wat hoop je eruit te halen? Ik weet niet. Dat is gewoon leuk om aan mee te doen. Gewoon voor de fun? Ja. Oké, dank u wel. Goedemiddag, wie ben jij? Ik ben Chantal Donatoni. Ik kom uit Tienen.
ik ben de 40 voorbij en ik hou mij bezig met mijn dagelijks werk. En daarnaast ga ik af en toe figureren voor tv-series, ik loop in reclameclips en ik poseer af en toe, zo is modeshows ook nog nooit gedaan. Dus eigenlijk heb je ervaring. En waarom ben je dan naar hier gekomen, naar de XL-model? Laat ons zeggen om de hoeveelheid opdrachten een beetje ruimer te zien. Zo. Want nu ben je gebaseerd op telefoontjes van mensen en eigenlijk is dat toch een beetje networking. En hoe meer mensen dat je kent en hoe meer dat je bekend geraakt in dat circuit, word je vaker gevraagd. En ik heb eigenlijk een kantoorjob en ik ben veel spontaner dan dagelijks 9 uur achter die computer zitten. Dus af en toe heb ik zo'n dingen nodig om om me goed te voelen en om anders wordt het allemaal zo eentonig en zo ben ik niet. Nee, zo ziet je er ook niet uit. Nu, ik heb Italiaans bloed in mij. Voilà. Heb je je ingeschreven enkel voor het modellenbureau of ga je ook meedoen naar de wedstrijd? Ik ben geselecteerd voor de wedstrijd en ik had eigenlijk de 3 dingen aangeduid. Omdat ik niet goed wist van, oh my god. Ik had het eigenlijk gevonden in de streekkrant van bij ons. En daar stond niet genoeg informatie over om dan te weten van, oh my god, wat moet ik hier nu aanduiden? En dan heb ik tegen hen gezegd van, kijk, ik heb ze alle 3 aangeduid. En dan zien we wel wat er van gaat komen. Hè. Voor de modellenwedstrijd, die gaat tot 45 jaar. Nu naar het schijnt in 2011 is er iemand van 44 gewonnen. Dus hebben ze tegen mij gezegd van, doe maar mee. Oké, ik wens jou heel veel succes. Bedankt voor jouw heel spontane deelname. Graag gedaan. Geef er een lap op, hè? Zeker weten. Dank. Wie ben jij? Ik ben Dirk Kaas. Ik kom uit Kesselo, Leuven. Ik ben 45 jaar, nu nog. 46 in maart, dus dat is niet zo lang meer. Van beroep werk in de horeca, kelder, in een gastronomisch restaurant in Leuven. Dat doe ik heel graag zelfs. Onder de mensen zijn, altijd contact te leggen. Ik was voorheen kok. Maar ik was een beetje beu gezien tussen die 4 muren staan, altijd in potten roeren. Ik wou meer sociaal zijn en ik heb mij een goede keuze gemaakt 8 jaar geleden om in de bediening over te stappen. En tot nu, de dag van vandaag, ben ik daar nog altijd heel tevreden mee. En wat heeft jou naar DIST gebracht vandaag? Wat mij naar DIST gebracht heeft, ik zal zeggen, dat is een lang verhaal, ik zal het kort vertellen. Jeugd, mollige jongen, altijd mollig geweest. Molliger. Tot een bepaald punt 120 kilo in het 6e middelbaar. Maar, het zesde middelbaar, zal ik zeggen, 120 kilo. En dat heeft eigenlijk veel negatief meegebracht. In uitgescholden, gepest op school. Een beetje in een hoek geduwd geweest en zo. Dat zijn zo dingen dat ik altijd zo meeneem, heel mijn leven lang. Ik heb daar jaren toch wel problemen mee gehad. In de zin van dat ik dat toch moeilijk kon aanvaarden. Dat ik een maat meer had, want zo noem ik het ook. En ik heb dan gedieet en zo, ben kilo's afgevallen. Ik ben altijd mollig, altijd stevig. Maar ik heb daarmee leren leven. Ik ben content met mezelf, ik ben gelukkig met wie dat ik ben. En ik had het in een advertentieblad zien staan. Ik zeg, dit is mijn kans. Omdat ik altijd al gezegd had tegen mezelf, van, kijk, ooit de dag komt dat ik een keer in een advertentieblad sta of zo. En dan verbaas ik al mijn pesters of iedereen die mij ooit met mij gelachen heeft. Die denkt dat ik misschien mijn zelfbeeld of mijn middenwaardigheidscomplex nooit zal overwinnen. En bij deze is dat wel overwonnen. Want ik voel me al jaren een springend veld, gelukkig. En kijk, wie dat wij niet wilt hebben, hoe ik ben, kijk naast mij. Wat heeft jou in dienst gebracht? Wat heeft mij in dienst gebracht? Een verleden dat ik al heel mijn leven meeneem. In die zin heel mijn leven nee. Want ik was vroeger een mollige jongen, gepest op school. Kilo's te veel, zoals ze dat zeiden. Altijd mee de centrum, je bent te dik, je bent dit. En dan word je toch in een hoek geduwd eigenlijk. En dat is eigenlijk de reden dat ik door de jaren heen toch aan mijn zelfbeeld heb zitten werken. Waardoor ik ook veel sterker in het leven sta, ben heel gelukkig. En wat heeft mij dan in dienst gebracht door een advertentie? Ik zeg, nu is het mijn kans. Omdat ik altijd als persoon of toch altijd gezegd had voor mezelf, van kijk, ooit verbaas ik de pesters of verbaas ik iemand anders die mij heel mijn leven heeft gepest of in mijn jeugd heeft zitten plagen door een keer een advertentie in een blad of een weekblad of een modeblad te staan met een of andere reclame. En bij deze sta ik goed in mijn voeten, sta ik sterk in het leven, ik ben heel gelukkig wie dat ik ben. En ik heb altijd gezegd van kijk, de mensen die niet mij aanvaarden zoals ik ben, dat is hun probleem, dat mijn eigen probleem.
Heb je je ingeschreven enkel voor de model agency of ook voor de wedstrijd? Ik heb eigenlijk me alle drie ingeschreven, ik heb alle kruisjes ingevuld. Gezien natuurlijk mijn werk. Mijn job is het misschien niet evident om aan alles mee te delen. Ik wil dat alleen mee te doen, zal ik zo zeggen. Ik zou graag alles doen. Maar voor mij is het heel belangrijk dat ik ja, toch ook het beeld van de mensen, het minachten of toch het naar buiten brengen. Het positieve van mensen, het negatief zijn, wil ik omzetten in positieve dingen naar de mensen toe. En ik wil toch mijn inbreng daar zeer hard in vertegenwoordigen. Ik wens je ongelooflijk veel succes. Oké, okay, sorry. En geef er wel wat af, hè. Oké. Wie ben jij? Ik ben Lisbeth van Uten, 25 jaar. Ik woon in Ham. Ik ben recent verhuisd naar Ham, want ik kom oorspronkelijk uit Genk. Ik ben nog studenten aan de KU Leuven. Ik zou dit jaar normaal gezien afstuderen. En dat is het kort. Ik studeer criminologie, dus ja. En wat heeft jou vandaag op dit mooie pleintje in dienst gebracht? Eigenlijk heeft mijn nicht mij doen inschrijven. Zij had gezegd dat ik dat lang moest doen, ook voor mijn zelfvertrouwen een beetje op te krikken. En ja, ik heb er dan voor gekozen om het toch eens te proberen. Je bent maar één keer jong en het liefst nu proberen voordat het te laat is. Dus ja, ik denk wel dat dat wel een leuke ervaring kan zijn. En heb je ingeschreven enkel voor de model agency of ook voor de wedstrijd? Ik heb me voor ze alle drie ingeschreven, omdat ik ook niet echt wist wat ik ervan moest verwachten. En allee, ik wil alle drie wel proberen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je eerst aan de wedstrijd meedoet en al de voorbereidingen aan het voorhand. En dat je dan een beetje weet hoe het allemaal gaat. En dat je dan misschien later ook andere jobs nog kunt uitvoeren. Oké. En heb je de goede moed in? Ja, ik ben nog een beetje zenuwachtig, maar we zullen proberen en we gaan ons best doen. Dus. Oké. Okay. Heel veel succes. Dankjewel. En een hele fijne middag nog. Ja, dankjewel. Voilà. Wie ben jij? Ik ben De Bruin Evelien. Ik ben afkomstig van Gent, maar ik woon al 17 jaar in Diest. Ik heb drie kinderen. Ik ben 45 jaar. Ik studeer psychologie. En ik heb modellenwerk gedaan in het verleden. Dat is al een hele tijd geleden. Maar ik vond dat wel leuk om nog eens mee te doen, om nog eens de kans te nemen. Heb je enkel ingeschreven voor het modellenbureau? Of ga je ook meedoen aan de wedstrijd? Aan de wedstrijd ook. Ja. En waarom heb je je ook voor de wedstrijd ingeschreven? Omdat ik dat niet onder de knie heb. Dus ik ga het eerst nog een jaar zeker moeten aanleveren voordat ik dat werk ga kunnen doen. Oké, okay. Maar het is wel jouw ambitie om terug als model bezig te zijn. Ik wens jou heel veel succes en geniet ervan, zou ik zeggen. Ja, absoluut. Nee. Voilà, dank u. Ja. Good afternoon, how are you? Good afternoon, I'm fine, thank you, and how are you? Thank you. Tell me a little bit about yourself. Oké, okay, I'm Lydia, I came from Slovakia. It's a country in Europe, in the Union. Well, I get the husband and I've got also two babies, 6 months old twins. Yeah. Well, that's why I'm so big now. Yeah. I still got 25 kilos more after pregnancy, but that's not important. And how come you're coming to Diest today? Well, the question is how I came to Belgium at all. My husband worked here, so that's the reason why we moved here to Belgium. I found a advertency, in Nieuwsblad, I just say, okay, I will try it. Why not? And my husband is now with the babies. Yeah, I'm here. Okay, and did you inscribe yourself for only the model agency, also for the contest? For everything. Yeah. And what do you expect about it? Oh, I'm not sure. New feelings or new experiences and lots of money and famous. Why not? Yeah, of course. You ever done modeling work before? No. It's really it's your first time. Yeah, I just very long time ago I made something like a promo action, you know, horse riding and stuff like that. I was there just serving the people and welcoming and stuff like that, and also on a car. I don't know how to say it. Car Expo? Yeah. But it was a long time ago. I was much slimmer and younger and everything.
You see, for everybody there is something. So I wish you a lot of luck and you're learning Dutch, I suppose. Yeah. So I wish you will probably learn a lot of Dutch also while competing. So I wish you all the luck and all the luck with your babies too. Thank you. Okay. Thank you very much. Goedemiddag, wie ben jij? Ik ben Michelle Poels, ik ben 32 jaar, ik woon in Averbode bij Scherpenhout-Zichem, de provincie Vlaams-Brabant. En voilà, vandaag ben ik hier in Diest aanwezig bij een casting voor XL Model Agency. Jij bent voor ons geen onbekende, hoe komt het dat we jou vandaag hier terugzien? Zoals ik al eerder zei, het is een XL Model Agency casting. Ik heb vorig jaar meegedaan aan een wedstrijd. En ja, ik wou heel graag nu meer de wedstrijd meedoen, maar ik wou wel heel graag op de database gaan staan voor de site en ook strijden voor het gezicht van de site te worden, dat ik toch een heel jaar de gezicht mag zijn. Oké, ik wens jou heel veel succes, Michelle. Dank je wel. En tot de volgende keer. Hè. Tot de volgende keer, sowieso. Goedemiddag, stel jezelf even voor. Goedemiddag, ik ben Lisbeth Liekes, ik ben 36 jaar. Woonachtig in de provincie Limburg, in Peer. En ik was hier vandaag aanwezig voor de casting voor de nieuwe modellensite, XL Model Agency. En hoe komt het dat je daarvoor ingeschreven hebt, specifiek voor deze casting? Ik heb vorig jaar meegedaan aan de Maximodel wedstrijd. En dat is me heel goed bevallen en ik had heel graag nog wat extra opdrachtjes gedaan als dat mogelijk was. En daarom had ik graag gecast voor in bestand te komen. Oké, ik wens jou heel veel succes in jouw modellencarrière, zou ik zeggen, en geniet er vooral van. Hè. Ja, zou super zijn. Ja. Goedemiddag, stel jezelf even voor. Goedemiddag, ik ben Shana Ojewal, ik ben 21 jaar en ik woon in Lommel bij mijn ouders en mijn broertje. Hoe komt het dat je vandaag hier op deze castingdag aanwezig bent? Ik was gecontacteerd door een van de juryleden via Facebook over dat ik een keer wou meedoen. En ik dacht, ja, dat is wel iets fijn om het zo te doen en dan heb ik toch een ervaring rijker. En heb je in het verleden ooit al aan zoiets meegedaan of is het je allereerste keer? Het is mijn allereerste keer ook dat ik met zo'n grote wedstrijd meedoe, als dus met een klein wedstrijdje bij de bakker of zo, maar nooit zo groot. Oké, en heb je enkel voor de model agency ingeschreven of ook voor de verkiezing? Ik heb mij ingeschreven gehad voor met de wedstrijd mee te doen vooral. Ja. En wat verwacht je ervan, van je deelname? Ik hoop dat ik het goed doe, maar ik ben eigenlijk nog vrij onzeker. Ik heb totaal ook geen ervaring. Maar ik doe het vooral dus voor de ervaring ook mee. Oké, ik wens jou heel veel succes en dan een hele prettige middag. Hè. Voor u ook. Dag Hilde, dag Claudine, goedemiddag. Stel jullie zelf eens even voor. Ik ben Claudine, ik ben dus visagiste en ik zit mee in het team van XL Model Agency. En ik ben Hilde. Ja, ik maak ook deel uit van het team rond XL Model Agency. En ja, ik probeer een beetje de mental coach te zijn van onze kandidaten. Het is een nieuwe organisatie, het is een nieuw modellenbureau. Hoe zijn jullie daartoe gekomen om dit op te starten? We hebben eigenlijk allemaal al ervaring. Wij hebben zelf al meegedaan met de wedstrijden lange tijd. We gaan niet zeggen hoeveel tijd geleden, maar al een tijdje geleden. Maar dat vonden wij heel leuk. Maar ook professioneel zijn wij met mode, met alles wat modellen, toestanden, alles wat te maken heeft met beauty, met kledij. Daar zijn we elke dag ook professioneel mee bezig. Dus we weten wel waarover we praten. Oké. Ik veronderstel dat er veel op stapel staat. Ik heb ook ergens horen waaien dat er een wedstrijd ook is. Vertel daar eens iets meer over. Ja, dus we gaan een wedstrijd organiseren voor dames met een maatje meer. Dat is vanaf maat 44 en we gaan ook de heren erbij nemen. Dus ja, het is eigenlijk nu een oproep voor alle heren naar maatje meer. Ja, schrijf zeker, voor alle heren. Zeker. Ja, ik heb vandaag maar eentje gezien. Ja, er zijn er, ja, nog maar er zijn er nog ingeschreven. Er zijn er nog ingeschreven, dus er komen er nog. Want ja, er komen nu 4 castings aan. Dus volgende week en dan eigenlijk de 3 op 1 volgende week en daarna hebben wij een casting. Telkens op zondag? Telkens op zondag. En altijd hier? Nee, iedere keer een andere locatie. Volgende week zitten we in Beringen. De week daarop zitten we in Herstal, de week daarop zitten we in Sint-Niklaas en dan in Zaventem.
Ik neem aan dat die informatie op jullie site te vinden is. En dat is dan XL Models. xlmodelagency.be. Voilà, ja. Zo kan iedereen dat vinden. Ja, voor de verkiezing zelf, wat zijn jullie van plan om te doen? Het is eigenlijk een heel intensief jaar. Dus ze worden ondergedompeld in verschillende categorieën. Catwalk, ze krijgen fotoshoots, ze leren defileren, ze krijgen workshops allerhande. Daar is een workshop make-up en visagie bij. We krijgen een workshop kapsels. Ze krijgen ook een workshop met well-being. Want we zitten toch wel, de meeste kandidaten hebben ooit wel eens een keer gepest geweest of zitten toch wel met een aantal complexen. Dus daar proberen we aan te werken. Eigenlijk is de wedstrijd een noemer waaronder we het moeten brengen, maar het is veel meer dan dat. Het is eigenlijk een heel entourage om onze kandidaten en onze dames en nu ook heren, dus echt zich heel goed te laten voelen, meer zelfvertrouwen op te bouwen. En ja, ze gaan gewoon een heel ander persoon zijn. Ze gaan kunnen ontdekken wat er eigenlijk onder de kilo's zit. Oké, dat klinkt superleuk, want schoonheid zit van binnen, zeg maar. Ja, dat klopt. Wat is de planning binnen de verkiezing? Wat gaat er allemaal komen? Ja, diegenen die nu bij de casting dus doorgaan voor de wedstrijd, die zijn meteen ook onze halve finalisten. Die gaan ook al fotoshoots, defileerlessen krijgen, choreografieën worden aangeleerd. Zij gaan een hele leuke halve finale show krijgen. Ze krijgen ook al meteen een lint waarop staat dat ze ook halve finalisten zijn. Dus voor hen gaat het nu gaan beginnen. En gaan ze dan verder van de halve finalisten over naar de finale. Dan krijgen zij ook nog een hele leuke reis, hopelijk naar een zonovergoten oord. Hè? Maar dat gaan we toch proberen om daar alles aan te doen. Dus dat gebeurt er dan ook nog. En dan de finale show. Ja, dat wordt natuurlijk een heel spetterende show met alles erop en eraan. Ik heb daarnet gesproken dat de kandidaten ook een reis krijgen. Staan er ook nog andere prijzen op stapel? Ja, de hoofdprijs, dus de kandidaat die alles wint, is een auto. Een auto? Ja, en dat kan auto. Of een man of een vrouw zijn, of is het en een man en een vrouw? Nee, er is één een auto. Eén een auto. Maar ze moeten mensen en welke zien auto, dat weten we ook nog niet. Dus houden we ook nog een beetje een verrassing. Hè? Als verrassing. Er moet ook nog een beetje een verrassingseffect zijn. Dus, maar ja, het gaat leuk hoor. Oké, super. Is de datum voor de finale show al bekend? Ja, 11 oktober. En de halve finale zit aan? De halve finale moeten we nog eventjes zien waar we de meeste kandidaten van hebben. Want we zijn wel van plan om de halve finales een beetje per provincie laten door te gaan. Dames, het was een superleuk interview. Ik wens jullie heel veel succes met jullie organisatie en we gaan elkaar zeker op team komen. Zeker, dank u wel. Tot ziens. Tot ziens.